Nou, Alkmaar is een centrale stad. Heel veel inwoners wonen hier ook rond Alkmaar. Boven het Noordzeekanaal iets van 600.000. En ik vind gewoon... Ja, het is mooi wonen in Alkmaar. Dus dan moet je in rond Alkmaar dan. En lekker dicht bij je werk wonen is natuurlijk fantastisch. De Alkmaar is een van de mooiste steden van Nederland. Dat is de belangrijkste reden. Nee, de belangrijkste reden is dat de founders hier vandaan komen. De roots ligt hier, de ziel ligt hier. En daarom moet je dan ook hier ontspruit het, ontwortelt zich en kom je tot grote hoogte. Nou, dit bedrijventerrein is heel centraal. Het is dicht bij het centrum van de stad. Dicht bij de snelweg, goede infrastructuur vanuit de snelweg, dus korte aanreistijden, wat natuurlijk heel prettig is voor het vrachtverkeer. Het terrein zelf is ruim opgezet, goede parkeergelegenheid. De refertilisering is bijna voltooid, dus dat betekent de wegen zijn mooi, parkeergelegenheid mooi. Er is ook een beeldkwaliteitsplan van de gemeente, waar ook in verweven is dat... Dat de gevels gesubsidieerd worden grotendeels als je die opknapt. Dus al met al is het een heel prettig bedrijventerrein. De goede bereikbaarheid, de goede parkeergelegenheid, dat is allemaal prettig, maar dat is niet de hoofdzaak. De hoofdzaak is dat je een heel mooi uitzicht hebt, dat er een plek is hier in Alkmaar waar het ontstaat. Het is hier opnieuw gebouwd en er ontstaat een nieuw leven, nieuw bloed. En dan kan je groeien naar uiteindelijk de hele wereld over. Nou, het ondernemersloket van de gemeente natuurlijk is op zich heel goed voor starters. Zelf zit ik hier al heel lang, dus eigenlijk ben ik geen starter meer. Maar de starters kunnen daar natuurlijk alle informatie krijgen die ze eigenlijk nodig hebben als ze zich willen vestigen op een industrieterrein in Alkmaar.